zijn hier vandaag op de TU Eindhoven bij het Universitair Sportcentrum. En dit is de eerste plek in de wereld waar we gaan testen met echte personen die op high intensity aan het sporten zijn. We willen weten hoeveel aerosolen ze tijdens het sporten uitademen. En tevens willen we testen met welke vorm van ventilatie kunnen we de lucht gewoon gezond en veilig houden. Als het ons lukt om de binnenruimte net zo schoon te krijgen als de buitenruimte, dan kunnen we ook straks in februari, als het buiten vriest, veilig binnensporten. Wat we gedaan hebben is eerst personen op een fiets gezet en die dan eigenlijk een uitgeademde lucht naar een toestel blazen dat die lucht eigenlijk sampelt en dan het aantal aerosolen telt van verschillende grootte. En dan het tweede deel van het onderzoek was in een sportruimte waar 40 personen actief zijn en dan eigenlijk gemeten op verschillende plekken hoe die aerosolenconcentratie zich opbouwt in de loop van de tijd en wat je er eigenlijk aan kunt doen. Op elk punt van 2 bij 2 meter hebben wij 3 sensoren op een standaard geplaatst. En dat op een hoogte van 1,50 meter, 1 meter en 50 centimeter. En op deze manier hebben wij in totaal 147 sensoren geplaatst. Het is een onderzoek dat op zo'n recordtempo is uitgevoerd. Dat heb ik in 21 jaar wetenschap nog niet gezien. We hebben natuurlijk wel de afgelopen 5 jaar gewerkt aan een ecosysteem die dat ook mogelijk maakt. Dus ons netwerk is groot genoeg om heel snel mensen bij elkaar te brengen, één. Maar ook heel snel om van overheden toestemming te krijgen om dit soort dingen te doen. Je hebt natuurlijk wel mensen die getest worden door GGD, mensen die in een quarantaine moesten. Ja, en dan zie je toch wel waar Nederland groot in is, is mensen bij elkaar brengen en heel snel onderzoek te kunnen doen. Voordat deze pandemie begon, waren we ons heel erg aan het focussen op de klimaatverandering. Die klimaatverandering is niet weg. We moeten dus nog altijd energiezuinig omgaan met gebouwen en de gebouwde omgeving. En we moeten ook rekening houden met inderdaad verspreiding van virussen. Dus je moet die beide eigenlijk in één oplossing kunnen vatten. En die oplossing heet niet ventilatie, helaas. Daarmee alleen gaan we het niet redden. Dan ga je eigenlijk ventilatie en luchtreiniging moeten toepassen. En ik denk dat dat de combinatie van de toekomst is. Beide technieken hebben hun waarde. En ik denk dat als je pandemie en klimaatverandering samenneemt, dat eigenlijk enkel die combinatie een goede oplossing kan zijn. Echt specifiek op sport kunnen we met dit onderzoek echt advies gaan uitbrengen op het gebied van aerosolen. Wat het eigenlijk nog veel mooier maakt, en dan kun je echt vooruit dromen, als het in sportscholen kan, dan kan het ook in liften, dan kan het in vliegtuigen, maar dan kan het wellicht ook in de Amsterdam Arena. Dus we dromen nu al verder van wat betekent dit voor andere venues en andere ruimtes. En niet alleen in Nederland, maar eigenlijk wereldwijd.